Nijmegen staat vijfde in de top van duurste gemeentes voor wat betreft de hondenbelasting. Een verhoging in het tarief gaat ervoor zorgen dat Nijmegen 4 plaatsen stijgt, vanaf de 9e plaats. De rangschikking is gemaakt op basis van het basistarief voor 1 hond. Waar dat in 2016 €106,56 bedroeg, wordt het voor 2017 verhoogd naar €109. Het tarief voor een tweede hond stijgt van €160 naar €162. Vrijdag 11 november start de kaartverkoop van het concert dat Robbie Williams gaat geven in Nijmegen. Op 4 juli van het volgend jaar zal hij een optreden verzorgen op de Goffertweide. De goedkoopste kaarten kosten €69. Liefhebbers moeten er snel bij zijn. De kaarten zullen vermoedelijk als warme broodjes over de toonbank gaan. De Waalkade in Nijmegen. Van oudsher een geliefde uitgaansgelegenheid. Mensen kwamen van heinde en verre voor een hapje of een drankje. Ook geschikt voor grote evenementen. Maar nu ligt het er mistroostig bij. Na een serie opeenvolgende faillissementen zijn er steeds meer panden leeg komen te staan. Zo is recentelijk nog het cocktailcafé Riva op de fles gegaan. Bewoners en andere betrokkenen denken mee over hoe de Waalkade kan worden verbeterd. De komende jaren trekt het college van BMW 2,4 miljoen euro uit om de plannen te realiseren.